Edwin, ik ben hartstikke blij dat je bent. Je bent als meer geweest bij een expositie in de Schuttershofstraat. En je doet zoveel voor Middelburg. Gewoon een positieve feit. Fijn. Soms met een kritische noot, maar altijd met die nuchtere humor. En ik denk, dan mag Middelburg ook wel eens een keer wat terug doen voor je. Dus hierbij. Okay. Dan moet je met de camera even omdraaien. Ja, check. Nou, het is het silhouet van Middelburg volgens mij, of niet? Wow, kijk maar even. Ik ga maar eens even omdraaien. Hoor. Edwin, dat is toch fantastisch? Dat vind ik fantastisch. Dat is een mooie binnenkomen, man. En mijn Kribo. Hoe is het? Goed hoor. Ja. Kribo Erra. In welke wijk ben jij opgegroeid? Want je zei net Douwendalen, maar dat is niet je... De... Nee. Het Zandorp eigenlijk. Ja? Het Zandorp, ja. Want laten we even jou heel kort samenvatten. Je bent Marokkaans, maar je bent geboren in Nederland? Of, Nee, ik ben geboren in Marokko, Casablanca. En ik ben als baby, ik was een jaar ben ik naar hier gekomen. Dus ik ben daar geboren en ik ben hier zo getogen. Ja, ik schilder, kunstenaar op dit moment. Dat heb ik 15 jaar geleden gedaan. Ben ik daarmee begonnen. Heb ik een pauze van, ruim 10 jaar gehad, heb ik nu weer opgepakt. In de tijd deed ik schilderen, poëzie schrijven en ook beeldhouden. En toen heb ik een pauze gehad van 10 jaar. En ja, ik zeg altijd van, ook in rusten ontwikkel je jezelf. Ja, nou, dus dan gebeurt er ook wat. Je leven gaat door, dus je ontwikkelt jezelf. En dat zie ik nu ook weer in de kunst die ik nu maak. Maar je hebt ook inderdaad, je zei net, was ik alweer een beetje vergeten, maar dat je ook nog een winkeltje had in de Vlasmarkt. Ja, de brokante en antiek. Dat heb ik een aantal jaren gehad. Dus ik ben van origine ben ik timmerman. Oh ja? Ja, nog van de oudere garde geleerd. Zo liep ik met zo'n hele oude timmerman mee. En dat was een hele mooie tijd. Alleen op nu vond ik dat niks meer. Ik heb me omgeschoold, jeugdhulpverlening. Heb je ook gedaan? Ja, heb ik ook een jaar of 10 in gewerkt. En tenslotte ook nog een opleiding gedaan tot kunstzinnig coach, kunstzinnige hulpverlening. Ook best wel lang in het café, in de kroegen muziek. Ja, ik wil zeggen, maar ik heb jou toch, ja, of ik nou bij Babbeletje kwam of Café 39. Als het gaat om DJ'en zeg ik van, een plaat moet je vanaf begin tot en met het einde draaien. Als de plaat goed is, is het goed. Je hoeft helemaal niks te mixen, helemaal niks. En dat deed ik ook, gewoon plaatjes draaien. Je hebt 2 dochters of? Ik heb 3 dochters. 3 zelfs? Jazeker. Ja, want op een gegeven moment, er is 1 tweeling. 1 tweeling. Dat wist ik dus niet, want ik dacht dat ik met dezelfde zat te praten. Ja. En toen viel ik... Heb ik nog nooit gehad. Nee, dat geloof ik. Nee, maar die lijken inderdaad heel veel op elkaar. En dat zijn hele mooie meiden. Hele mooie meiden. Als je het goed vindt dat ik het zeg. Maar wie is die derde dan? Die, die tweeling, die zijn bijna 25. En dan heb ik nog een zoon. Van een kop groter dan mij. Oh ja? Ja, die is, wat is die, 22. Oké. Okay. Dus, je was met de rechter van Belzen. Ja. Dat klinkt als Arnhemuiden. Ja. Mijn dochters, die hebben een Arnhemuidse opa en oma. Ja, dat is toch grappig? Dat is grappig. Dat is je kleinzoon? Dat is mijn kleinzoon. Ja. Maar dat is dan, dat maak je met de computer deels en met hout? En dat heb ik uitgevreesd en geschilderd en dat ligt als een soort puzzelstuk in elkaar. Ja, want de schaduw die ik zie, dat is diepte in. Ja, maar dat grijze, dus eigenlijk de kleur, dat is gewoon een laag die erachter ligt dan. Ja. En dat is een deel van de serie, en waar ik nog mee verder ga. Dus dit was de eerste en dit is de tweede. Heb ik wel ook een mooie naam gegeven, vind ik zelf. Nocturne 1 en Nocturne 2. Dus, heel vaak heb ik eigenlijk geen idee waar ik mee begin. Ik heb wel een beetje een kleurenpalet. En ik begin gewoon en ik kijk waar het eindigt. Ja. Dat is eigenlijk net als met het leven. Je begint gewoon en je kijkt waar het eindigt. Ja. Maar bij die... Dit is heel duidelijk een portret. Dus je weet dan wel van tevoren dat je de joker wil neerzetten, ja, toch? Ja, klopt. Hier heb ik nog een portret hangen. Dat is mijn dochter, mijn mooie dochter. Dat is Munia. Ja, ik heb altijd gevonden dat ze eruit ziet als een Egyptische farao. Dus vandaar. Ja, nou ja, mooi. En is ze daar zelf mee eens?
En ze zeggen dat Faro... Ja, ze moet, want ik zeg het. Dus. Dit is mijn laatste werk. Het gaat, dit is eigenlijk dan weer heel zacht en... En je kan erin zien wat je wil. Je kan het ook elke kant op draaien. Is het dan gewoon allemaal te koop? Ja. Ja, het is wel fijn als een schilderij verkocht wordt. Ja. Dus ze zijn allemaal te koop. Mensen kunnen gewoon een afspraak maken met mij. Via Facebook, Messenger, Krimo, zoek het maar op. Of via exto.nl. Krimo.exto.nl. Dan kom je op mijn site. Kan je een reactie achterlaten. En ja, daarna volgt natuurlijk een bezichtiging hier zo. Ja. Mensen kunnen altijd komen om mijn werken te zien. Ja. Nou ja, goed, je houdt van Middelburg. Ja, dit is een waterput uit de binnenstad. Weet je dat? Daar heb ik een foto van gemaakt. Want je ziet hier zo hydrant staan. Die heb ik een beetje smerig gemaakt. Ja, goed. Zeeland, water. Maar hier zit ook diepte in. Ja, klopt. Dit is ingegraveerd met die frames. En heb je dus ook allemaal een titel? Of, nee, ja, ik noem deze vanaf nu hydrant. Ja, ja, precies. Ja. Ja, deze vind ik ook mooi. Die vind ik ook echt fantastisch. Dat is natuurlijk... De stijl van... Peaky Blinders. Ja. Is het daar ook op gebaseerd of is dat toeval? Ja, jawel. Ja, dat is prachtig. Dankjewel. Dat is een combinatie van het meisje met de parel en Batman. Dan moet ik echt even goed kijken, Grimo. Ja. Ik zie nog niet meteen het meisje met de parel. Is dat erg? Ja, dat is heel erg. Oké, dan gaan we straks nog eens goed kijken, Rut. Maar ik kan me dus voorstellen dat iemand... Dat is dat portret van je kleinzoon. Dat ze zegt, nou, dat vind ik zo gaaf... Ja. Zou je dat ook van mijn vriendin of van mijn opa kunnen maken? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dus jij werkt ook gewoon in opdracht, in op verzoek? Ja. Even vanuit de foto, die dan inscan, die ik bewerk op mijn computer. En ja, daar kan ik zoiets van maken. En dan het formaat eigenlijk wat je wil. En de kleuren die je zelf wil. Dan heb je natuurlijk het persoonlijke, hè. Dus echt... De dingen die mensen raken. Ja, maar dat is ook natuurlijk. Dat is ook heel mooi als geschenk, is dat. Hè? En, ja. Maar dan komt er natuurlijk ook de vraag bij: van, ben jij een beetje betaalbaar voor de gewone mensen? Want als ik nou bijvoorbeeld zo'n soort lijst wil, ja. Waar moet ik dan op denken? Hebben we het dan over duizenden euro's, honderden euro's? Nee hoor. Het gaat van 150 tot 450. Als je de emoties bij mensen ziet, als ze het zien. Hè, en bijvoorbeeld ook een oma die al was overleden. En pas geleden ook van een moeder van iemand die was overleden. Ja, dat is gewoon het mooiste. Als je het gezicht ziet, ja, dat zijn de mooie dingen.